We hebben nu een probleem dat de aarde opwarmt. En dat komt omdat we heel veel gebruik maken van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Hoewel aardgas wel een van de schonere fossiele brandstoffen is, is en blijft het een fossiele brandstof. En daar willen we eigenlijk gewoon vanaf. Gaan we alles elektrificeren, auto, huizen, dan moeten we ons elektriciteitsnetwerk 5 keer verzwaren. Natuurlijk is een warmtepomp een oplossing, natuurlijk is zonnepanelen zijn een oplossing, maar het is en. Er wordt heel veel voedsel weggegooid en daar wil je graag iets nuttigs mee doen. Dus het zou ideaal zijn als je het organische afval kan combineren met het produceren van biogas. De biovergister is een redelijk simpele installatie. Het is een grote bak die dicht zit, zodat er geen zuurstof bij komt. En dan gooi je organisch afval in. Er wordt water aan toegevoegd. Dan stroomt het in de vergister. En dan wordt het dus helemaal omgezet naar methaan. En er blijft nog wat in drijven en dat is het digestaat. Het digestaat kan je vervolgens gebruiken als mest. Het gas kan je gebruiken om te koken, dingen te verwarmen. En daar hoeft de gebruiker eigenlijk niet meer over na te denken. Dus die gooit alleen maar zijn afval weg. Het maakt niet uit wanneer die dat doet. Die machine houdt daar gewoon rekening mee. En het is leuk dat je dan op je app ziet van, hey, wauw, vandaag heb ik zoveel CO2 bespaard. Het idee van een biovergister is niet nieuw. Alleen het idee van een kleinere biovergister is wel nieuw. Uiteindelijk moet die in elke woning gewoon als een vaatwasmachine moet die gewoon geïnstalleerd worden, aangesloten worden en dan werkt die gewoon. Het idee is ontstaan samen met de hogeschool om te kijken van kan je die biovergister ook op een breder palet van mogelijke applicaties inzetten. Dus hij moet zo slim zijn dat in principe zolang je er organisch afval in gooit, dat het goed moet gaan. Hij regelt gewoon zelf de gasproductie en daarmee kan je om de bij de 80% van je eigen warmtevoorziening kan je gewoon zelfvoorzienend zijn.